Hallo Superpantjes, hier Brievers op een Gamepers en afleiding van de Minecraft Survival. Deze aflevering gaan we naar de Nether. Ik moet even wat nieuwe tools maken. Ik ga sowieso mijn boots vervangen, want die waren een klein beetje kapot. Zo, geen idee waarom ik dat deed, anders moest ik die boots droppen. Nou is de vraag, wat gaan we maken? Ik denk dat we toch een diamond helm gaan maken, want ik moet sowieso nog een helm hebben. Heb ik dan nog genoeg diamonds? Nee, heb ik niet genoeg diamonds voor een body. Dan maak ik liever een diamond body, denk ik. Ik denk het ook, Rick. Nou, dat is mooi. Dan kunnen we daarover eens zijn. Dan maak ik hiervan een diamond body, want dat geeft de beste defense, denk ik, van alle andere diamond troep. Hoppakee, nou, de rest nog even open voor andere diamond noodgevallen. Ik maak even gauw een nieuw diamond broekje. Een iron broekje. Sorry, iron broekje. Ik combine hem gewoon met mijn andere broekje. Het heeft helemaal geen zin. Maar ik doe het alsnog. Want ja, anders moet ik dat weer weggooien en zo. Zonde. Oh, ik moet nog even een helm maken dan. Of nee, dat kan niet, Rick. Ik dacht, even is dat weer welkom. Maar nee, heb je 5 diamonds nodig, Rick. En dat heb jij niet. Oh, wat zie ik er sexy uit nu. Sexy boy. Sowieso even die diamonds terug doen. En dat terug. Ik heb ook nog wat van die mee. Ik wou deze repairen. Wacht, dat ga ik meteen even doen. Ik ging een anvil maken en dan kon ik mijn dinges repairen. Hoe ging een anvil ook weer? Voor mij was het in een nieuwe update dat je minder shit nodig daarvoor. Kut. Ik ga even gauw opzoeken hoe je een anvil maakt. Tot zo. Oké, ik heb de formule van de anvil gevonden. Ik wist wel, was veranderd. Wat je eerst moet doen is 3 bloks hebben. Dus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En dan krijg je 3 van deze bloks. Die doe je dan aan de bovenkant. 1, 2, 3. Hoppa. Ik wil namelijk even kijken of ik die pickaxe voor goedkoop kan repareren. Voor bijvoorbeeld 1 diamond en wat XP. Ik ben momenteel nog bezig met die koeienfarm. Ik heb even geen tijd, want morgen heb ik een Duits toets. En dan moet ik daarvoor leren. Dus ik ga even gauw kijken of hoeveel dit repairen kost. Dat kan niet. Moet ik eerst een diamond erin gooien. Misschien ben je het ook met emeralds. Ik heb sowieso nog helemaal geen emeralds gevonden deze serie. Dus dat staat helemaal nergens op. Misschien dat ik hem zo met 1 diamond kan repairen. Dat zou heel fijn zijn. Misschien kan het zelfs met iron. Laten we proberen, denk ik. Even kijken. Deze erin. En doe ik er wat iron in. En dat mag dus niet. Als ik er nou een diamond in doe dan. Enchantment kost. Is dat maar 3? Oh, dan is hij wel een klein beetje hele. Nou, dat is best wel handig in principe zo. En dan kost het ook nog eens geld. Maar ik kan hem ook een naam geven, toch? Ik kan hem wel Muppiemon noemen. Dat gaan we zeker nog een keer doen. Als ik weer wat meer diamonds heb en zo. Want momenteel heb ik er niet zo heel veel. Als ik op een gegeven moment heel veel heb en ik weet niet wat ik ermee moet doen. Doe ik dat maar gewoon. Ik heb nu genoeg armor mee. Ja. Ik heb 43 broodjes mee. Ik kan nog even kijken of ik nog meer handig food heb. Dat is niet echt handig food. Ik kan nog wel wat kippetjes bakken. Ik heb hier nog wat van deze. Dat is ook wel fijn. Ik zal mijn iron even dumpen in mijn mineralen chest. Zo. En wat gaan we eigenlijk doen in de Nether? Dat is een hele goede vraag. We gaan denk ik gewoon een fortress zoeken. Dus het eerste wat ik moet doen is mijn eigen coördinaat opschrijven. Van mijn portal. Ik wil naar buiten lopen. Doe ik altijd als ik naar de Nether ga. Maar eigenlijk is mijn huis natuurlijk daar. Dus ook eerst ook even wat toortjes mee. Ik begin trouwens heel erg ziek te worden. Vind ik niet zo leuk. Ik hoop niet dat ik ziek word. Want dat zou niet zo fijn zijn. Want dan ben ik ziek en zo. En dat is niet zo handig met de YouTube filmpjes opnemen. Maar momenteel ben ik dus in de ziekwordingsfase. Mijn hele stem is kapot. Ik heb een 3 uur gelivestreamd of zo. Dus 100. Dat was erg leuk moet ik zeggen. Ik heb maar 2 levels gedaan. Ik ben echt heel zorgvuldig de hele maps aan het uitkammen tot hun diepste geheimen. Maar daar gaat het nu niet om. Zolang ik niet in de lava gespannen word, ben ik een blije jongeman. Ik ga even gauw de coördinaten opschrijven. Dan mogen jullie bij blijven hoor, dat mag. Even kijken. Dit papiertje had ik de vorige coördinaten ook opgeschreven. Van mijn huis geloof ik nog. Min 2, 3, 2. Z. Min 65. Ik zei hier, als ik in de Nether zit, schrijf ik I ook altijd op. Vind ik nog wel handig. Hij is 94. Thanks. Oké. Nu kunnen wij gaan spelen in de Nether. Hopelijk komen we wat leuke wezens tegen. Ja, wat doe ik hier eigenlijk in de Nether? Het is best wel een kansloze zoektocht naar niets eigenlijk. Zo zou je het kunnen noemen. Ik lag heel erg in de Nether. Want dat heb ik altijd in de Nether. Voor mij heeft dat met chunks laden te maken ofzo. Ik weet niet precies. Maar het is gewoon één grote ting zo hier altijd. Ik zal mijn render distance even wat lager zetten als hij niet al op zijn laagst staat. Het staat al op zijn laagst. Kut. Kut, no, ik heb zin om pigment dood te maken. Wacht, ik moet wat glowstone hebben, dat was wel belangrijk. Mensen zeiden, Rick, je moet glowstone, dat staat mooi in je huis. Dat is zeker waar. Ik kan ook wat pumpkins farmen en dan dat spul gebruiken, maar glowstone is ook aardig nice. Nee, niet lekker, Rick. Nee. Zo, wat glowstone hier, wat glowstone daar. La-di-da-di-da-di-da. Dat is een heel groot glowstone feest voor jou en mij en niet voor jou. Alleen voor mij eigenlijk, want ik ben awesome. Eigenlijk ben ik niet awesome. Als jullie dit kijken, heb ik als goed is 4500 abonnees. Wow! Dat is best wel awesome. Ik had sowieso nooit verwacht dat ik meer dan 1000 abonnees ging halen. Dat was echt mijn ultieme YouTube doel. Van als ik gewoon de rest van mijn leven filmpjes blijf maken. En ik ga gewoon met 1 of 2 abonnees per dag erbij. Nou, eigenlijk ging ik meer uit van 1 per week. Uiteindelijk heb ik dan de 1000. Dat was ongeveer het motto met wat ik YouTube inging. En dat raad ik ook aan, zeg maar. Ik wil nu de expert gaan uithalen. Maar als je begint met YouTube, moet je ook zoiets gaan verwachten, weet je. Je moet er niks van verwachten. Dat is het beste, dat deed ik ook niet. Gewoon niks verwachten. En dan, iedere sub die erbij komt, yes, een hele sub erbij.
Ook van die kanalen die beginnen met bij 100 subs Minecraft special. Of bij 100 likes de volgende video, weet je. En dat is dan je eerste video. Dan schat je het veel te hoog in. Dan kijk je te veel naar de grote kanaal. Ik doe ook nooit 100 likes volgende video. Dat vind ik zo slecht iets. Gadverdamme, daar walg ik echt van. Van 100 likes volgende video. Ik doe het alleen maar voor de likes. Zo doen niet de meesten. Maar ik vind het wel iets zieligs hebben van. Nou, ik doe alleen een nieuwe video bij 100 likes. Ik zou een disclaimer moeten maken. Wanneer ik zin heb, volgende video. Wanneer ik zin heb om de game en een commentaar te geven, jullie te vermaken. Volgende video. Dat is goed. Alleen dat heeft geen zin om aan andere mensen te laten zien. Oké, gaan we verder met Minecraft. Ik ga dood of niet soms. Mijn random distance die laag staat is hier trouwens niet al te handig. We gaan even wat glowstone collecten. Ik heb ook helemaal geen cobblestone mee ofzo. Ik heb één blokje hier zo. Niet echt handig, want eigenlijk is wat dingen plaatsen, een beetje wat bruggetjes maken en zo altijd wel handig. Dus ik ga gewoon wat van de nether troep meenemen. Ook wel mooi voor mijn huis en zo. Ik denk dat het toch wel een kamer van mijn huis moet worden die gewoon 1,5 vuur is. Misschien liever in mijn kelder, maar ja. Je weet wel, het gaat om het idee. Oneindig vuur is altijd leuk. Ik kan gewoon een hele lange lijn maken die dan naar mijn huis leidt. Zeg maar. Als ik niet weet waar mijn huis is, dan volg ik gewoon de lijn van oneindig vuur. En misschien de verkeerde kant op en dan kom ik alsnog niet thuis. Maar daar gaat het niet om. Zeg maar bordjes neer. Die kant op. Je snapt het idee. Ik moet eigenlijk een voortel zoeken. Maar of het deze aflevering gaat lukken, ik heb geen idee. Dan kunnen we natuurlijk de Wither verslaan. Dat lijkt me wel een heel vet doel om de Wither te verslaan. Maar dat betekent dat we heel veel afleveringen gaan campen. Hier zo. Of je moet het offscreen gaan doen. En dan kun je zeggen, je kan die skull spawnen. Het probleem is, ik heb geen idee hoe dat moet. Mensen hadden het over LAN. Ik had het even proberen hier. Open LAN. Misschien dat cheats on kan zetten, maar ik heb geen idee hoe het allemaal werkt. Mensen zeiden tenminste dat ik maar open LAN moest aanzetten. Maar ik wil niet gaan cheaten. Ik wil het eerlijk gaan doen deze keer. Deze keer? Welke andere keren dan? Geen. Nee, voor mij is dat ook nieuw toch, dat je met dat LAN zo kan doen. Normaal als je in survival zit, zit je echt in survival of niet? Geen idee. Ik heb ook geen idee wat ik aan het doen ben. Ik ben gewoon een beetje aan het rondtuppelen. Dat ziet er best wel cool uit, moet ik zeggen. Ik heb wat buckets mee moeten nemen. Ik kan lava in kunnen doen. Ik zal wat mushrooms collecten voor mijn mushroom stew. Mijn mushroom extravaganza. Oh, oeps. Klein beetje laggy. Niet erg hoor. Ik vergeet een beetje Minecraft. Haar naam was Laura. Ik heb zin om die dingen te slaan. Dan worden ze boos. Oké, hoe gaan we dat aanpakken? Plan van aanpakken. Ik heb geen idee. We gaan weer vluchten. Vluchten naar waar naartoe dan ook. Oei, ik vlieg. Nou, ik val ik, maar ik hoor een ghast. Dat is gezellig. Ghasten zijn best gezellige wezens, moet ik je vertellen. Yes, andere soort paddenstoelen. Ons doel in de nether is compleet. Ik zie trouwens, van paddenstoelen slaan gaat je durability van je wapen niet meer. Tenminste, ik heb al 2 geslagen met mijn speet en er is nog niks van afgegaan. Dat is goed zo, speet. Dat is goed zo. Je moet eigenlijk altijd wood meenemen naar de nether. Kan altijd van pas komen voor tools. En wat heb ik gedaan? Kind of wood. Oh, vuur hier zeg. Ik voorspel dat hier iemand fikkie heeft gemaakt. Dat voorspel ik. Zal ergens een guest hangen of niet? Of niet? Loop ik nu van mijn coördinaten af of loop ik er naartoe? Als ik eigenlijk makkelijk een ding wil vinden zo'n voordeel, kan ik best wel mijn rennen. Deze is heel hoog zetten. Ik sloeg hem, maar gebeurde niks. Dat hebben we dat hij hem afliep. Dat hij boos was. You mad? Voor mij mijn rennen deze niet heel veel met de lag te maken. Dus ik kan hem in principe hoger zetten. Dan moet een voordeel vinden een stuk makkelijker zijn. Eerst even naar die troep daar. Ik noem me niet echt troep hoor, het was gewoon een grapje. Oh, dat is best wel kut miner zelfs. Oh, daaronder leef je gewoon nog, dat is mooi. Dat is mooi, hè. Eigenlijk kan ik ook gewoon niet dat doen, maar dit vind ik leuk. Oei, oké, alles hier boven me is gewoon veilig. Ik zal even wat van dit spul eromheen doen, trouwens. Dan valt niet mijn spul naar beneden. Mijn spul. Jammer dat je geen water mee kan nemen naar de nether. Maar je kan wel ijs meenemen en dan laten smelten als het goed is en dan krijg je water. Ik weet niet of het werkt. Het zou in theorie moeten werken. Want je kan wel ijs plaatsen in de nether, dat weet ik. Ik ben echt een Minecraft kenner en shit. Misschien moet ik dit niet hakken met mijn pickaxe. Ik op geen idee dat het zonder pickaxe ook snel gaat. Aardig. Relatief. Is het genoeg? Waarschijnlijk niet. It's never good enough. Heb je dit ook nodig voor alchemy? Vast wel. Ga ik hier vanaf vallen? Waarschijnlijk. Heb ik goede schoentjes? Ja, best wel eigenlijk. Ik weet niet. Zijn het alleen je schoenen die je falling damage bepalen of gewoon je hele armor? Schoenen klinkt het logisch. Je hebt natuurlijk die falling dinges, falling feather enchantment, iets in die richting. Als je dan valt, dan neem je minder damage. Maar die heb ik niet. Dood door vallen heb ik wel echt het vaakst in Minecraft. Dood door vallen is echt zo van, ik val oud dood. Wat? Rick, dat wist ik. Oké. Dit is weer zo'n Minecraft aflevering die nergens op slaat. Maar het wordt toch wel bekeken, want het is Minecraft. Als ik views wil, zou ik gewoon iedere dag Minecraft moeten uploaden. Maar dat doe ik niet. Ik ga jullie ook niet op ideeën brengen van, Rick, ga iedere dag Minecraft uploaden. Nee. Je bent zout geweest dit jaar. Jee, ik ging hier gewoon naar beneden graven. Heb ik meteen wat van die troep. Meteen wat nether troepjes. Gratis nether troep, yeah. Zo. Oké.
Het is tijd voor mij om mijn render distance wat omhoog te gooien, denk ik, want ik wil zo'n fortress vinden. En met deze render distance wordt het een flink pittig stukje moeilijk. Ik zit nu ook best wat laag voor een fortress, ik ga over die lava heen. Oké, toch niet. Ha, ik zei niet dat ik eroverheen ging springen. Ik spring er technisch gezien alsnog overheen, maar... Een guess. Het is zover. Kut, au, mijn gevoelens. Waar zit je dan? Oh, die zit op sla-afstand. Met sla bedoel ik niet sla dat je in je mond stopt, maar sla als in mijn zwaard. Niet weggaan nou. Het werd net leuk. Het werd net leuk! Nee, lag. Help, help. Oh, oeps, oh. Drop een gas, dear. Ga je monstereus wezen. Nee, gaat hij wegvliegen. Come on. Ik wil hem ook best pingpongen. Kom dan. Pingpong me dan. Kijk, dan gooit hij zo'n bal naar en die kaas je dan terug, zeg maar. Ah, die kan ook. Nee! Ga je gastereus wezen. Waar ben je nou? Oh, daar. Lag. Au. Goed zo, dat was een mooie beëindiging van mijn lag. Au, vuur. Ik hou niet van vuur. Het is zo heet. Het is nog heter dan ik ben. Voltreffer! Au. Au, dat deed best wel pijn. Een guest hier. Het meest emo item van Minecraft. Hoppakee. Dankjewel, guest. Ik ook voor jou. Ja, ik moet dus eerst wel die chunks laden hier, denk ik. Dat denk ik, want als ik eenmaal naar gebieden ben loop waar ik al geweest ben, heb ik veel minder last van laggy. Oké, dan ga ik even mee rennen. Dit is het gewoon in één keer. Niet gewoon heel rustig, in één keer ver weg gooien. Oh, die hebben nog tiny trouwens. Far. Hoppakee, fuck alles. Screw the rules, ik ga nog wat soulsend mee trouwens voor thuis. Zullen de mensen thuis leuk vinden? Ik heb een coördinatenscherm weer eens open. Dat vinden mensen schijt irritant. Eigenlijk heb ik nooit mensen die het commenten, maar diep van binnen weet ik dat jullie het schijt irritant vinden. Oeps. Leuk, een screenshot. Die hadden we net nodig. Of niet soms, kijkers. Jawel, Rick. Mooi. Mijn FPS is in één keer helemaal goed, joh. Helemaal aan het trippen, dat wel. Van Urban Helicopter. 140 en zo. Van, go home, Fraps, you're drunk. Maar daar gaat het niet om. Eens even kijken. Oeh, dat ziet er leuk uit daar. Ik ga over de zee van lava. Hé, ik zie zo'n lava slime. Cute. Snel, Rick. Niet in de lava vallen. Oké. Kut, ik spring door het vuur. Heet. Hot. Even een nieuwe chunk laden, wij voor die dingen gaan. YOLO. Oké, kom maar op, lava mannetje. Oh nee. Oh yeah. Slow ride. Kom dan. Oh. Ben je dood? Ja, mooi. Krijg ik daar experience van? Ja. Ben ik nou level 41 voorbij? Of moet ik nog steeds naar level 42? Of ging ik net van 40 gewoon naar 41 omdat ik al aardig wat shit gedood heb hier? Als ik echt dood wil, kan ik altijd nog een van deze gasten aanvallen, dat scheelt. Ik wil je eigenlijk wel oversteken, maar hoe... Ik denk dat ik wel een manier gevonden heb. De vraag is natuurlijk waar zit de Nether Fortress? Dat is de grote vraag. Gaan we die vinden? Waarschijnlijk wel. Ik mag dat niet offscreen doen. Dat is een beetje een probleem. Want op het moment dat ik offscreen zo'n Nether Fortress ga vinden, dan weet ik gewoon dat ik offscreen dood ga. En dat is niet leuk. Ze denken, ja oké, we hebben de gewone wereld, ik ging dood. En dan doe je zo van, Rick, ik wist het wel. Je was niet te vertrouwen hiermee. Dus dat is geen optie. Ga even die kant op, denk. Als het goed is komen we dan weer bij bewoonde gebeuren. Toch? Ik zie nog niets gebeuren hier. Moet ik omlaag? Voor bewoonde gebeurtenis? Hoe laag? Ah, lava. Dat hebben we net nodig. Nog meer lava. Vertrouwen niet zo met jou, lava. Kijk, lag, leuk. Leuk. Dit is echt refijne crossen à la Rick Awesome uit. We zitten tenminste boven het refijn. Oh, dat refijn. Oh, wacht, ik zie het al. We zijn er bijna. Ik wil daar overheen. Ja, dat lapje daar. Het lapje. Zo. Doen we dat. Zijn we er bijna? Ja, nog meer naar rechts, Rick. Nog meer naar rechts. Oké. Zoiets. Ja, beter. Als het goed is komen we dan op het lapje uit. Ongeveer, hoop ik. Yes. Dit bedoelde ik met het lapje. Oké, wat nu, Rick? Ik heb letterlijk geen idee wat we nu gaan doen. Wat doen we nu? Shoo. Ik heb heel erg last van mijn stem. Het voelt alsof er 1000 zwaarden in mijn keel zitten. Dat doet me pijn. Het voelt niet fijn. Nee, maar serieus. Het voelt best wel kut. Kusje erop. Dat zou best raar zijn. Een kusje op mijn keel. Ik voel er bijna in de lava. Ploep. Nu niet meer. Plok. Ik wil die kant eigenlijk wel op spel. Wat zeg jij ervan? Nope. Oké, dan niet. Hoe gaan we daarheen? Dat is een goede manier. Vraag. Maar wat voor manier? Vraag. Meneer. Vraag. Meneer. Wat is hieronder? Dat is geen lava. Oké, ik ga verder. Goed gekeurd. Waarschijnlijk zit nu in een berg te graven en dan ben ik weer... Turnen. Als het goed is, val ik dan net niet in de lava. Dat is fantastisch. Even dit weghakken, dan kan ik dit stuk springen, zeg maar. Vind ik leuk. Beetje avontuur en zo. Hoppakee. Als het goed is, val ik nu niet in de lava.
Yes, oh, als ik net zei, met als goed is gewoon niet in de lava, was ik er wel ingevallen. Dat is leuk om te weten. Trivia, de vraag is nu, hoe kom ik terug naar huis? Dat is een hele goede vraag. Nou, mijn netheravonturen draaien sowieso nergens op uit. Ik moet een beetje herrie schoppen, zeg maar, om het een beetje leuk te maken voor mezelf. Hier herrie gaan schoppen heeft niet, ja, ik wou zeggen weinig zin. Nou, zin heeft het wel, maar op het gebied van niet doodgaan, weinig. Zal ik het doen? Wel, ik weet een plannetje. Ik weet een plannetje is echt zo'n rare uitspraak die nergens op staat. Dus ik heb een plannetje. Of ik weet iets. Maar niet ik weet een plannetje. Maar ik zeg het toch. Want ja, YOLO. Moet je zien. Ik noem het... De Bigge Camper 3000. Het komt op neer dat ik hierin ga zitten. En dan schiet ik zo'n berg met mijn boog. Wacht. Ze krijgen geen damage door vuur, toch? Anders had ik dit ervoor nog even in de fik gezet. Anders had ik dat niet bij me heb. Oké. Kom maar op, Bigge. Ik ga jou in de lava schieten. Hoppakee. Oh, alleen nog. Zijn vrienden zijn waarschijnlijk wel boos op me. Wat zijn zijn vriendjes dan? Want ik kan in principe ik kan dit eromheen natuurlijk ook nog. Hey, au, kut. Dat was niet de bedoeling. Big, weg. De Bigge Camper is niet perfect, vrees ik. Au. Oké, wacht. Dat stukje namelijk daar moet weg. Oh, dat is al een dood Big extra. Mooi. Dit moet dicht zo, ja. Zodat de Bigge Camper perfecter wordt. De Bigge Camper is de perfecte Bigge Camp ding ooit. Voor Bigge te campen. Even kijken hoor. Zijn er nog biggen in de house? Nou, eigenlijk niet. Oké, dan. Ik weet dat ze nog boos op me zijn, dus. This is going to get me in the troubles. Oké, laten we nog een big neerschieten. Kan dit ook weg naar die zijkantstukken? Die zijn wel belangrijk, denk ik. Ik weet niet zeker. Big, prepare to die. Oké, nog boze vrienden hier? Ze geven niet eens een fuck om. Niet eens één fuck. Voor een gestorven mattie. Ik hoor wel een guest. Zachtjes huilen. Oké, ze zijn boos. Oké, Big. Nu is het tussen jou en mij. Biggo, dat is één. Au, god, mijn gevoelens. Nee. Je doet veel damage. Ren, Rick. Als je nog nooit gerend hebt. Au, kut. Eén hartje. Nee. Ik heb allemaal spullen bij me. Kut. Oké, dat gaat aardig goed. Gaat aardig goed, moet ik zeggen. Zet ze achter me. Niet eens. Hey! Kut! Ik wist gewoon dat het ging gebeuren met mijn bed. Godver... Nee, nou ben ik ook mijn huis kwijt. Gelukkig heb ik de coördinaten van mijn huis nog. Ik bedank je voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering ben ik hopelijk weer in mijn huis. Dat is tering ver lopen vanaf hier. Vergeet niet te liken als je het leuk vond. Nou, dat waren Rick's Nether avonturen trouwens. Die hadden jullie aangevraagd. Rick, ga naar de Nether. Nou... Graag gedaan. Ik moet toch een beetje show maken, weet je. Als ik in de Nether heel voorzichtig ga lopen doen. Het is geen niet leuk voor jullie om naar te kijken. Dus dit zat eraan te komen, maar het was niet heel bewust. Wat is dat? Is dat een oud huisje van mij? Lijkt erop. Even naartoe. Nee, het is gewoon een boom. Ik dacht dat het een huisje was, joh. Hey, lava. Oh, wat is die lava? Helemaal aan het begin. Daar ben ik nog een beetje keer ingesprongen. Nu nog een keer. Woehoe! Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet even te liken, leuk, want ik ga mijn huis zoeken. En ik ga mijn bed even verplaatsen, want dit gaat natuurlijk niet goed zo. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Doei!